Koffie. Cappuccino? Ja, dankjewel. Nou, ik moet zeggen, dat was een heel gezellig brasserieke. Mooi. Mooi en heel gezellig. Nou, hallo iedereen. Welkom bij mijn volgende wintervlog. Vandaag zijn we in het mooie stadje van Maastricht. En met wij bedoel ik natuurlijk met mijn ouders, mijn schoonbroer en met mijn zus. En het begint al stil aan laat te worden. Maar ja, dat draait het natuurlijk om bij de schone verlichting van een kerstmarkt. Want ik heb er eigenlijk al gehoopt om een vlog te maken in een kerstmarkt. Allee, het is niet de eerste keer dat ik in een kerstmarkt ben geweest dit jaar. Ik was in de kerstmarkt geweest in mijn eigen stad, in Antwerpen. Maar ik vond het niet echt de moeite waard om een vlog te maken in mijn eigen stad. Want tegenover die ouderwetse middeleeuwse gebouwen, zoals het stadhuis, onze Lieve Vrouwentoren, helemaal gedicht gecamoufleerd in een beschutting. Een onderhoud aan het doen. Maar in ieder geval, ik voer een vlog in een kerstmarkt. Maastricht, hier zijn we dan. Ah, de sfering van de terrasjes begint al goed op een late avond. Je geniet er nu al. Overal versierd. Maar daar draait het om. Je geniet er met volle op. Wauw. Oh, ze hebben een verlichting. De verlichting van een reuzenrad. Toppie. Maar in al die gezelligheid van die gezellige terrasjes hier. En laten we de kerstmarkt betreden. Kunnen jullie aan uit? Ik moet eigenlijk eerlijk zeggen, hè. De eerste kerstmarkt die ik in Nederland heb gedaan, daar heb ik ook een vlog van gemaakt, dat was in Valkenburg. Maar toen had ik eigenlijk zo in mijn gedachten, kerstmarkten in Nederland, dat is niet van hun beste kant eigenlijk. Maar blijkbaar wel. Maar ik verheug me eigenlijk, hè, van die goede sfering in Maastricht. Het is niet de eerste keer dat ik in Maastricht ben, hè, maar echt waar, heel leuk. Heel mooi, goede verlichting, maar we zijn niet alleen. Laten we die kant op gaan. En hier het huisje van Santa, de kerstman. Oh my. Hier wel een heel schone voorhof. Jongen, wat een mooie reclame van André Rieu. Maar zo'n aangepast, goed gepresenteerd met schoon verlichting erbij. Alleen dat optreden van André Rieu, kerst in Maastricht, dat is al lang voorbij gepasseerd. Maar goed, een heel schone reclame op dat reuzenrad. Heel mooi, heel leuk. Wauw, nou dat is eigenlijk de meest mooiste kerstbol die ik ooit heb gezien. Fantastisch mooi. Ik ga er eens een foto van trekken. Ik zou zeggen, happy holidays! Hallo kerstman. Schoon beeld. Amai, I love it. Maastricht, kerstmarkt, geweldig. Maar ik krijg wel een hongertje. Maar ik weet niet wat ik wil. Misschien gyros of zo. Niet dat ik weet. Winter lounge. Oh, wat leuk, ze hebben aan ons gedacht, zie. Vlaamse friet. Maar daar zijn we niet speciaal naar Maastricht gekomen. Maar wel leuk bedacht. Ze hebben aan ons bedacht. Mijn vader en mijn
mijn schoonbroer en mijn moeder staan al aan te schuiven. Ja. Ja. Ah, oké. Okay. Onze pa die heeft zijn braadworst. Ja, alleen ik en mijn schoonbroer onze hamburgers nog. En dan is dat ineens onze eerste snack voor vandaag. Mmm, lekker, lekker. Oké, okay. Nou welke zal ik pakken? Iedereen zit te praten, hè? Ja, heel gezellig. Leuk, sferig. I love it. Wat zal ik het volgende doen? Maakt niet uit, ik heb tijd zat. Hup! Wow! Niet omkantelen! Allee, scholletjes iedereen? Scholletjes! Scholletjes! Ah, lekker! Heel goede kwaliteit! Ik zal zelfs iets genoteerd. Dinsdag in Maastricht is the most wonderful time of the year. Zo. Merry Xmas 2019. Dan heb ik weer al souvenirtje in de vlog. Ik vind het heel mooi. Een zwart schoentje van de binnenkant in het rood. Leuk. Leuk en mooi. Mijn, dan ga ik iets goed vlogen, zeg. Met een beetje goede alcohol. Ik zal het zo zeggen. Wacht. Als je goed alcohol drinkt, zit je wel beter en heel goed spraakzaam. Geloof me. Ja, maar ik bedoel als... Ja, maar... School. I love it. Ja, we hebben zo gedrukt. Dat is grappig, die kerstman. Dat hangt aan een tak van een boom. Heel grappig. Ah, I love Maastricht. We hadden natuurlijk heel graag in de Reuzenrad willen gaan, maar helaas, spijtig, dat barst van een lange wachtrij. Dat is niet te schatten, maar dat maakt niet uit. We genieten van volle sfering, van de verlichting, van een goede
had een avond van rond nog zelfs nog geen bijna 7 uur. Zalig, echt waar. En die gloeiwijn, dat begint ook zelfs al heel goed te werken, hè? Amai. Ik voel me heel goed spraakzaam. I love it. Onze moeder die is op zoek naar nieuwe winterhandschoenen voor onze grootmoeder. En ik zie een briefje van 10 in haar hand. Ja, dat zijn mooie. Ja, mooi. En laten we nog eens een stuk verder wandelen. Al die schone terrasjes, allemaal schoon verlicht. En boven de terrasjes ook allemaal. Gewoon prachtig. Heel mooi. Ik heb eigenlijk meer het vermoeden dat dit eigenlijk de grootste hoofdentree is van de kerstmarkt. Bereisthof. Mooi, heel mooi. Mooi. De meeste toeristen die staan ook te fotograferen en selfies te maken. Ik ga even wat plus maken om voor hun. Amai, heel geweldig. Als ik moet vergelijken tussen de kerstmarkt van Maastricht en Hasselt, denk ik dat ik die van Maastricht veel beter vind. Want Maastricht is eigenlijk iets wat groter tegenover de kerstmarkt van Hasselt. Ik was er al eens geweest, maar spijtig genoeg. Ik vond het wel jammer dat ik daar geen vlog van gemaakt heb. Maar dit, nog veel beter. Fantastisch. Ik heb nog steeds die hamburger in mijn maag en mijn ouders zitten al aan het krampje van de Chinees. Amai, die gloeiwijn dat begint goed te werken in mijn maag. Ik ben echt op een hele goede bui. Amai, in alcohol, zalig. Het is ondertussen al 6 uur gepasseerd. De avond is nog jong. Een zalige avond. En het is nog jong. Oh my, dat is schattig. Dat is heel leuk. Zo in het klein. Voor 15 euro. Heel leuk. Magic Christmas World. Laten we hier eens kijken. Ik heb vandaag een scheiterij. Nee, dat is niet waar hoor. En zo lopen we stilaan weer een beetje door het kleine winkelstraatje met allerlei gezellige terrasjes. Dat doet mij eigenlijk denken aan een plaats in Brussel. Hé, hey, wat was dat nou weer?
Allee, kom op. Dat is die plaats waar dat elke kende vriendinnetje van Manneke Pis bevindt. Red de Boucher, dat was het. Smakelijke, gezellige terrasjes. Sorry voor de saus. Ah, mooi. Amai, dan ben ik dan schone taloortjes, hè. 3 uur later. Dit is hier wel gezellig. Nee, ik vind het ook. Maar je begint al een beetje een rode neus te krijgen. Maar ja, het is ook al stil aan kouder en kouder te worden, hè. Maar ja, jongens, de laatste vlog voor dit jaar 2019 is ten einde. Amai, jongen, echt een geweldige vlog dat ik heb gedaan. Ik ben er ontzettend blij mee. Het was toppie, geslaagd, die kerstmarkt van Maastricht. Geweldig. We gaan ondertussen nu naar onze auto's. Tegenover mijn schoonbroer en mijn zus, we zijn uit elkaar verspreid. We zijn op verschillende parkeerplaatsen geparkeerd, maar in ieder geval, vond je het in ieder geval een heel goede vlog? Geef er zeker vast een duimpje omhoog, zeker vast de volgende keer. Amai. Ik heb geweldige dagen en geweldige momenten meegemaakt, 2019, om nooit te vergeten. Dan gaan we stilaan wandelen naar mijn auto, want we zijn met mijn auto gekomen. Mijn ouders zijn met mij meegereden. Maar ik begin stil allemaal kouder en kouder te krijgen. Je hoort het van mijn klank, van mijn uitspraak, van mijn, op het einde van mijn vlog. Maar in ieder geval, voor iedereen een heel goede vlog. Geef er zeker vast een duimpje omhoog. En zeker vast tot de volgende keer. Dit was de laatste vlog 2019. Ik heb ervan genoten. En dat was het mooie stadje van Maastricht. Hij wilde ook het voornemen eten. Adios. Jongens, sorry, ik ben nog één ding vergeten te zeggen. Gelukkig nieuwjaar 2020 wordt een topjaar. Abonneer en de volgende vlog, de eerste vlog 2020, is bekend. Abonneer en blijf kijken. Dag Maastricht.